Hier, bovenop de Sint-Pietersberg in Maastricht, besef je pas goed dat uw regio een geweldige plek is om te wonen, te leven en te werken. Maar besef je ook dat willen we dat zo houden, wij de negatieve spiraal van de laatste jaren snel zullen moeten doorbreken. Toenemende criminaliteit en onveiligheid zullen een halt moeten worden toegeroepen en zal door de overheid keihard moeten worden aangepakt. Inzet van wijkagenten die ook echt in de wijk aanwezig zijn en dicht bij de burgers staan, is daarbij van groot belang. We zullen werk moeten maken van werk, met name voor die regio's waar veel werkgelegenheid verloren is gegaan de laatste jaren. Als overheid zullen we samen met het bedrijfsleven hard moeten knokken om banen te behouden en nieuwe banen te creëren. Maar ook wordt het tijd de onderlinge solidariteit, waar wij als Nederlanders zo trots op waren, te herstellen. Te beginnen bij een overheid die bij het nemen van maatregelen iets meer durft te vragen van mensen met een grote beurs. Ik ben er namelijk van overtuigd dat mensen daartoe best bereid zijn, als men maar weet dat die extra bijdrage op de juiste manier besteed wordt. We kunnen de negatieve spiraal doorbreken. We kunnen Nederland uit de crisis halen. We kunnen Nederland sterker en socialer maken. Ik ben er klaar voor. Doet u met mij mee?